even oefen je en dan... Bij een uit die Tjerkstradio beziek je de Friese sporten op de Olympiade voor jongeren in Burgen. Ik moest mijn baltje slaan en het leek een beetje op korfbal. Klimmen en vier springen. Dan kan ik wat leren en als het heel leuk vindt, dan strik ik nog eens op. Ik kijk squatjes hier om en ik denk dat het wel leuk is. De boot valt net om, zei mijn mam. De organisatie denkt intussen alweer vooruit. Ze laten takom hier weer een Olympiade komen voor de beste volwoeksen scootsiesielers, keertjes en zielers. Kampioen wat hier samen kon strijden. De beste wat hier met elkaar de strijd ombieden. En die moeten de Friese Olympiade winnen willen. Dat moet een groot evenement zijn. Die mij in de prijzenkast net ontbreken. Het roemvaardig hier alweer wat oors. Door het minnewaar en de hege takomsprijzen kwamen er doorhaast geen meisken. En dat kon net uit. Dus dit hier geen Olympiade voor volwoeksenen. Takom hier leidt het alweer in de planning. Maar er is nog een heel soort van nodig. In de eerste plak roemt op de sportkalender van de sporten. Sporters moeten komen kennen. Wij moeten geld hebben om het organiseren te kennen. En dan denken we toch wel om een bedrag tussen de 75.000 en een ton. Dat is wel wat er nodig is om dit evenement goed te organiseren te kennen. Ja, en waar. Goed waar. Dat is ook een hele belangrijke factor. Maar dat waar van Joerd in de Bengelok. Nou, ik ging mijn fiat net om de stok heen en ik voel in het water. Nou, ik moest eigenlijk klimmen, maar dat lukte net echt, dus ja, dat ging echt fout. Ja, ik hier zijn met de klimmershow, alleen ik dwaarde toch net. Dus ja, ik vond het heel eng. Veel hebben, ik wist eens niet wat het wie. En ik hoorde dat ik het iets spreken, maar ik ken het nou, ik weet nou ook wat het is. De dij van de jeugd is prima slagger. En dan word je vanzelfs enthousiast van takom hier. Als er hier volledig keerst wordt en op de achtergrond hing het een lepper bovenin in zijn pols. En op de achtergrond daar weer van zielen de scootsies over het weder. Ja, dat is toch wel heel mooi om dat bij elkaar te brengen.